Vandaag beginnen 20 ING Forerunners aan een groot avontuur. Het is de bedoeling dat ze binnen een half jaar een kwart triathlon, een klein beetje minder dan een kwart triathlon, gaan afwerken met begeleiding van de collega's van Energy Lab. Vandaag worden alle ING-ambassadeurs Forerunners getest in functie van de triathlon die ze gaan doen in september. Dus wat wil dat zeggen? Ze doen eigenlijk een inspanningstest op de fiets. Ze worden ook gescreend onder de scan, zodat we hun vetpercentage kunnen bepalen. En met die gegevens gaan we aan de slag om eigenlijk het perfecte trainingsschema te kunnen opmaken voor de komende maanden. Ce qui me paraît être le plus difficile, mais je ne connais pas le circuit, c'est le vélo. Parce que j'ai très peu d'entraînement au niveau du vélo. La natation ne devrait pas poser un problème, la course à pied, je cours tout le temps, donc ça devrait aller. Donc je vais voir ce qui va se passer avec le vélo. Wat tips krijgen rond voeding, hoe we best eten, over het algemeen eten, op sportdagen, hoe we zo moeten eten. En ik hoop hier vooral buiten te gaan met extra kennis over mezelf, mijn limieten en hoe dat ik best de training aan ga moeten aanpakken. Ce que j'attends du trajet, c'est un suivi, c'est de m'aider éventuellement à affronter quelques sports que j'ai pas l'habitude ou que j'apprécie un peu moins. Et effectivement pouvoir arriver à accomplir ce triathlon dans les meilleures conditions possibles. Ik ben heel blij dat ik door ING gekozen ben als ambassadeur. Want uit mezelf zou ik nooit of nooit aan een triathlon beginnen. En nu voilà, ik ben er helemaal klaar voor. We gaan ze dus volledig persoonlijk begeleiden en daar ook een heel mooi verhaal rond maken, zodat het een tof initiatief is voor alle medewerkers, voor iedereen die meedoet, maar ook voor de mensen thuis, de mensen die niet kunnen meedoen, dat ze ook zeker op de hoogte zijn van wat er allemaal gaat gebeuren.